Start gevallen. Paarden zijn weg en Dindian Prince aan de binnenkant is goed weg. Daarnaast in het tweede spoor ook een goede start voor Eybert Ling. Ze gaan een paard op weg naar de bocht. Eybert Ling had even de leiding, maar nu niet meer. Want aan de buitenzijde gaan ze nog veel en veel harder. En Doc Holiday snelt als eerste de bocht in. Op de tweede plaats Crème de la Crème. En die twee paarden lopen gelijk een heel stuk weg bij de rest. Doc Holiday en Crème de la Crème gaan als eerste de rechte lijn voor de tribune in. Als ze de finish passeren, nog twee volledige ronden te gaan. Favoriet dus in tweede positie. En zo komen ze voor de tribune langs. Doc Holiday en Simon Woudstra heeft hier in het verleden ook vaak koersen gewonnen. Die ligt nu vooraan. Op plaats 2 is het Crème de la Crème met Dickie Hof. En plaats 3 daarachter is voor Woody Woodpecker en Mieke Klooster. Vierde plaats Frans van der Blonk met de 2 Indian Prince. Vijfde aan de buitenzijde gaat naar voren John Dekker met Eybert Ling. Zesde aan de relingzijde Danny Brouwer met de 7 Bingo. Achter Bingo volgt in het tweede spoor Sugarbabe en Niels Jongejans. Daarachter is het dan Salvador Spendik met Caroline Albers. En zo gaan ze achter de tent langs. En op de laatste plaats, vandaar waren we gebleven, is het Dylan F. Boko met Bas Krebas. Ze gaan de paarden op weg naar de linkerbocht. Doc Holiday vooraan. Dickie Hof kijkt over de schouder. Hij ligt tweede met Crème de la Crème. Wil niet ingesloten raken. Plaats 3 daarachter is voor Woody Woodpecker. Die zal hem niet zo snel insluiten. Maar de deelnemer die daarachter komt wel. En Woody Woodpecker probeert dat nu ook. Maar Dickie probeert er toch half uit te komen. En zo is het vecht om de posities als de paarden de linkerbocht doorkomen. Maar is Woody Woodpecker nu wel naast de favoriet gekomen? En ligt de favoriet dus vast. Zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog één ronde te gaan. Leiding in handen van Doc Holiday. Woody Woodpecker op plaats 2. Derde aan de relingzijde denkt Hof. Wat heb ik nou, een Woody Woodpecker naast me? Jazeker, hij ligt vast met Crème de la Crème. Vierde plaats aan de buitenzijde is voor Eybert Ling. Daarachter gaat naar het derde spoor Sugarbabe. Aan de binnenzijde beproeft ze geluk Dindian Prince. Daarachter gaat naar het tweede spoor het nummer 7 van Bingo. En een galopaarde in de bocht daarvan de nummer 3. Dat is Eybert Ling. Paarden gaan de rechte lijn overzijde door. En Doc Holiday leidt nog altijd. Doc Holiday op plaats 2 aan de buitenzijde Woody Woodpecker. En Crème de la Crème heeft het niet makkelijk. Dickie Hof probeert hem weer aan het bit te krijgen. Maar Doc Holiday gaat op dit moment het sterkst voor allemaal. 7 en 8 wegens veel galopperen. Doc Holiday gaat als eerste de laatste bocht in. Woody Woodpecker ligt tweede. En daarachter Crème de la Crème als derde. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En springt Doc Holiday. Loopt Woody Woodpecker er bovenop. Hoeveel geluk kan je hebben? Nummer 5 galop. Daar gaat ook Crème de la Crème van de benen. Alle paarden springen die laatste bocht die vooraan lagen. Maar Crème de la Crème loopt inmiddels weer. Crème de la Crème komt weer terug. Crème de la Crème in het midden van de baan. Helemaal aan de buitenzijde. Komt Salvador Spendik. Salvador Spendik aan de buitenzijde. Dylan F. Boko, dat is erdoor. Dat paste net niet. Aan de binnenzijde. Woody Woodpecker, de 10 voor de 4. En dan de 6. 10, 4, 6. Maar gooit hij nog geen tickets weg, dames en heren. Deze aankomst wordt zeker nog een keer bekeken. Paarden die te lang hebben gesprongen, kunnen er alsnog uit. En deelnemers die gaatjes dichtknepen in de laatste rechte lijn, die gaan er waarschijnlijk ook uit. Gooit hij nog geen tickets weg. Gebeurt. Maar we hebben een winnaar, dames en heren. Daar is hij. Dylan F. Boko. Fokproduct van de Boko Stables Holland BV. Titia Iwema en Zijbrand Iwema, ze hebben hem met z'n drieën gefokt. Paard is in het bezit van de Spangahoeven. Wat hebben die mannen geluk tegenwoordig met hun paarden. En Bas Krebas is de man die daar verantwoordelijk voor is, want hij is de trainer en de rijder. We gaan de huldiging verrichten, dames en heren. Koers gesponsord door Piet Siderius Onroerend Goed en onderhoudsbedrijf Jan de Jong. En Bas Krebas heeft zich gemeld met Dylan F. Boko. Paard dat u woensdag alweer in actie kunt zien op het gras van Emmeloord. Binnen de tijd 1:20:04. En daar zijn ook de eigenaren van de Spangahoeven. We zien daar onder andere Hippie Veenstra. De man die een ijzeren vertrouwen heeft in zijn eigen paarden. En deze ongetwijfeld gespeeld zal hebben. En dat gaan we straks zien aan de uitbetalingen van deze zevende koers. Foto's worden gemaakt, dames en heren. Bas Krebas, de lachende trainer en rijder van Dylan F. Boko. De man die rijdt in de kleuren van Nettle Racing. Grote eigenaar in deze sport. En ook als trainingsstal kunt u daar uw paarden heen brengen. Dat heeft de Spangahoeven onder andere gedaan. Hij gaat beginnen aan zijn eerste ronde, dames en heren. Bas Krebas, Dylan F. Boko. En dan komt hij in de rechterlijn voor de tribune, dames en heren. De eigenaren zijn op de banken geklommen. Het applaus is voor Bas Krebas.